de afstanden zo goed. Op een uur kunnen we het niet aan. Maar dat moet ook wel met zo'n werk. Nou, zullen we eens kijken of we pas? Even kijken, door zitten de geertjes. Voorzichtig. Ja, Henk. Hé? Nee, die kun je loslaten. Dat kan geen kwaad. Nee, dat kan geen kwaad. In 2011 is dat kruisbeeld gestolen. En, want dat was van brons, hebben ze ontdekt, hebben de dieven ontdekt. Is nog één handje blijven hangen, dat hangt op het ogenblik nog bovenaan het kruisbeeld, dat is weer teruggeplaatst. Toen heeft de stichting Wegkruisen en Kapellen, die heeft het initiatief genomen om dat, in ieder geval dat kruisbeeld weer te herstellen. En die hebben aan de buurt gevraagd of ze daarbij behulpzaam wilden zijn. En de buurt heeft toen een aanvraag ingediend bij het SAMP-fonds. En we hebben dat initiatief gewoon eigenlijk overgenomen en verder aangevuld. En gezorgd dat nou de hele zaak in orde komt. Ook die, eigenlijk die halfronde achterkant met die oude doorgang naar boven toe. Ja, want dat hoorde er echt bij. We vonden dat je niet alleen maar het kruis kon doen en de rest maar oud laten. Dat zag niet uit. En je kon ook goed zien dat dat metselwerk beneden... Dat heel open was geworden. Dat stond bijna op instorten. Dus daar moest wat aan gebeuren. Anders zou ik vandaag of morgen die muren omvallen. En het is hier een historische plek. Hier heeft vroeger in de directe omgeving een voorloper gestaan. En je kunt ook aan de restanten zien dat die gebruikt zijn in deze kapel. In die, of ja, dit wegkruis. Het houdt een beetje het midden tussen een kapel en een wegkruis. En met die halfronde achterkant erbij. Heb je dit gezien, 1885? 1885. Dat moet nog van die oude kapel zijn geweest. Want dat zit in het onderste gedeelte. Het zit echt in dat gedeelte van allemaal die kleine losse stenen. Ik heb op een tekening die ik in 1885 gemaakt heb, heb ik één van die reliefs nog gewoon, die zaten er toen nog in. Ja. Waar ze gebleven zijn, mag Joost weten. En misschien hebben er zelfs vier gezeten, want hier... Hier zie je ook zoiets, hier zie je ook een vrij rechte afscheiding. En hier zie je die ook weer. Heb je die binnenkant ook nog wit gemaakt? Ja. Van die kap? Die is zilver. Oh. Voor het licht. Ja. Dat het licht naar onder komt. Zilverkleurig. Zo metallic zilver. Moet niet te mooi worden. Nee, het is ook heel lelijk, maar het gaat wel licht. Ja, ja. Ik ben blij dat het er nou weer zo netjes uitziet. En dat iedereen hier weer gewoon even stil kan blijven staan. En eens kijken. Alleen maar kijken en denken. En ik denk dat dat voor een hele hoop mensen ook belangrijk is. De nostalgie eigenlijk, hè, dat zoiets al eeuwenlang hier staat, ja, dat spreekt mij aan en ik denk dat dat heel veel mensen aanspreekt. Ja, je doet het niet voor niks. Zeker weten. Mm.